Geachte koninklijk en gemeentelijk gedecoreerde inwoners. Op dinsdag 27 april is het Koningsdag. Misschien bekijkt u dit filmpje op die dag zelf, maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat als u dit ziet, Koningsdag alweer achter de rug is. Hoe het ook zij, het is fijn dat u de moeite nam om dit filmpje op te zoeken. Want dat biedt mij de mogelijkheid om u rechtstreeks toe te spreken. Zoals gebruikelijk tijdens Koningsdag. En normaal doe ik dat tijdens een informele bijeenkomst hier in het gemeentehuis met alle Goorlenaren en Rielenaren die ooit een koninklijke of gemeentelijke onderscheiding hebben ontvangen. We komen dan samen in onze oranje aangeklede hal en aan grote ronde tafels is het dan een en al gezelligheid. Dat kan ook niet anders, want mensen die zich belangeloos inzetten voor de samenleving zijn van nature sociaal en houden van andere mensen. Maar het is nu al voor de tweede keer helemaal anders. Vorig jaar rond deze tijd zaten we al volop in de coronacrisis en moesten we alles annuleren. Zo ook de Koningsdagborrel in het gemeentehuis. Inmiddels zijn we een jaar verder en bevinden we ons nog steeds in de lockdown. En dat betekent dat we elkaar ook nu weer niet kunnen ontmoeten. Daarom lieten we bij u een kaart met wat lekkers bezorgen. Met dank aan onze vrienden van Brownies en Downies. Want daarmee is het toch nog een beetje feest. En voelen we, wat ik bij onze Koningsdagborrel ook altijd voel, die sfeer van onderlinge verbondenheid. Want dat is wat we nu hard nodig hebben. Onderlinge verbondenheid. Al 14 maanden lang ligt het sociale leven in onze dorpen Goorlen en Riel nagenoeg stil. Evenementen zijn verboden, verenigingen leiden een slapend bestaan en ons cultureel centrum Jan van Bezouw is al heel lang dicht. We kunnen niet naar het theater en er wordt niet gezongen, toneel gespeeld, gedanst, geacteerd of muziek gemaakt. Binnensport mag niet en buitensport alleen onder strikte beperkingen. Je zou dus denken dat er op dit moment geen behoefte is aan inwoners die zich belangeloos inzetten voor onze gemeenschap. Maar niets is minder waar. De eenzaamheid, vooral onder ouderen, was nog nooit zo hoog. Juist nu is er behoefte aan vrijwilligers die een luisterend oor bieden. Of die even een praatje komen maken. Al is het maar via een beeldscherm. En ik noem in dit verband bijvoorbeeld de Zonnebloem en de Stichting Met Je Hart. En ook het KBO Goorlen en de Seniorenbelangen Riel. Hun vrijwilligers zorgen dat ze bereikbaar blijven. En ook houden ze via een nieuwsbrief contact met hun achterban. En uiteraard de vele harde werkers in de zorg. Zoals bij ons in de Guldenakker, Thebe Elisabeth en Bergven. En in de ziekenhuizen, op de intensive care, hoe vaak hoorden wij niet dat zij een lintje verdienen? En dat is terecht. Een lintje zal het misschien niet worden, maar dat ze grote waardering verdienen staat buiten kijf. Grote waardering die ook u ooit ten deel is gevallen. In naam van onze majesteit. Tijdens een bijzondere gelegenheid of, zoals bij een afscheid of een jubileum, of tijdens de algemene gelegenheid, beter bekend als de lintjesregen. Of misschien ontving u wel een gemeentelijke onderscheiding. Ik ben dan ook blij dat ik u langs deze weg toch kan toespreken. Allereerst om u nogmaals bij deze te bedanken voor uw grote inzet voor onze samenleving. U bent het bindmiddel van onze gemeenschap. Zonder u en al die andere verdienstelijke inwoners valt die gemeenschap uit elkaar. En een gemeente zonder actieve gemeenschap heeft geen bestaansrecht. Maar daarnaast benut ik deze gelegenheid heel graag ook om u te vertellen wie er sinds Koningsdag 2019 eveneens toetraden tot het eervolle gezelschap van gedecoreerden. Zij die in de afgelopen 2 jaar, deels dus tijdens de coronaperiode, ook verrast werden met een verdiend eerbetoon. En normaal zou ik hen tijdens de Koningsdagborrel vragen om even te gaan staan, maar ja, dat gaat natuurlijk niet. En dus moet ik volstaan met het noemen van de namen. Op 29 september 2019 reikte ik de versiersel uit aan Jan van den Berg als waardering voor zijn vele werk gedurende 50 jaar voor de rommelmarkt van het Meheel College. Ook de rommelmarkt ging het afgelopen jaar overigens helaas niet door. Op 17 oktober 2019 ontving Bas de Wilde een koninklijke onderscheiding als waardering voor zijn jarenlange inzet voor de vrijwillige brandweer. De uitreiking was eerder dan gepland omdat Bas ernstig ziek was.
Zes dagen daarna, op 23 oktober, overleed hij. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 7 januari 2020 reikte ik namens de gemeenteraad het gemeentelijk ereteken van de gemeente Goorlen uit aan Jan Schrijver voor zijn talrijke verdiensten binnen onze gemeenschap. Tijdens een speciale korpsavond op zaterdag 7 maart 2020 reikte ik aan 10 vrijwilligers van de brandweerteams Goorlen en Riel een lintje uit. Ze deden dit belangrijke werk allemaal al meer dan 20 jaar. Dit betroffen Frank Schuiten, William Bouwens, Mark Verhoeven, Henk van Bijsterveld, Koen van Gorp, Michel Ome, John Vromans, Erik van der Zanden, Peter Brok en Geert Bekkers. De lintjesregen van vorig jaar viel op 24 april. Wegens corona werden de gedecoreerden niet fysiek, maar via een beeldscherm door mij verrast. Dat is natuurlijk best afstandelijk, maar het mooie was wel dat dankzij die techniek in een enkel geval ook kinderen vanaf de andere kant van de wereld erbij konden zijn. Het lintje zelf kon pas echt worden uitgereikt tijdens een beperkte bijeenkomst in het Jan van Bezouwen op 3 juli. En het moest steeds door een van de naasten worden opgespeld. De eer viel daarbij te beurt aan de volgende 8 inwoners. Mien Glazer van der Spek, met name voor haar vele activiteiten voor de kerk. Joop Spermon, voor onder meer zijn werk bij de LOG, de Vereniging van Postzegelverzamelaars en bij de Stichting Leergeld Goorlen en Riel. Henk Aerts, voor het vele vrijwilligerswerk in de kern Riel. Margot Krombach van der Werf, voor haar inzet in onderwijsbesturen, de Wereldwinkel en diverse goede doelen. Riet Vromans van Gestel, voor haar inzet voor met name de RBO, het kerkbestuur en het koor. Jan van den Brekel, voor zijn intensieve inzet als mantelzorger en diverse vrijwilligerswerk. André Muller, voor zijn jarenlange intensieve inzet als vrijwilliger bij diverse organisaties. Hein Nijhuis, voor onder meer zijn inzet bij de hockeyclub, de Stichting Gezondheid en Welzijn Goorlen en de golfclub Midden-Brabant. Op 4 september 2020 reikte ik coronaproef tijdens een bijzondere gelegenheid een koninklijke onderscheiding uit aan Roel Verweijden voor zijn meer dan 40 jaar lange inzet voor de Nederlandse schermsport. En tenslotte voeg ik aan deze rij de 4 parels van de lintjesregen van dit jaar toe. Op 26 april 2021 ontvingen zij de versierselen tijdens een beperkte bijeenkomst hier in onze raadzaal. Het gaat om de volgende inwoners. Kees Arends voor zijn grote, belangeloze inzet voor de IPA, de International Police Association. Peter Beekmans voor zijn vele werk voor het maritieme evenement Dort in Stoom. Frans Boeren voor zijn vrijwilligerswerk voor onder meer de Stichting Akkermolens, de Hobbysoos en Chanticoor Nooit te Water. En tenslotte Drees Tuits voor de zeer uitzonderlijke wijze waarop hij al jarenlang zijn werk als boa en boswachter vervult. U ziet het, het gezelschap van gedecoreerden in Goorlen en Riel is weer verrijkt met een aantal bijzondere inwoners. Het is, zoals u misschien weet, een goede traditie om hen met foto en toelichting te presenteren in een boekje met als titel De Kroon op uw werk. Dat boekje is dit jaar ook gedrukt en alle nieuwe gedecoreerden ontvangen daarvan een exemplaar. Dames en heren, ik ga afsluiten. Met u hoop ik dat we elkaar volgend jaar gewoon weer een levende lijve kunnen ontmoeten. Dat we elkaar de hand kunnen schudden in de hal van het gemeentehuis. En graag benadruk ik hier nog eens hoe trots ik ben op onze gemeenschap. Dat was ik al, maar corona heeft me nog eens bevestigd in de grote veerkracht en creativiteit van onze inwoners. Dankzij die veerkracht en creativiteit komen wij samen uit deze moeilijke periode. En dan sluit ik nu af met een welgemene felicitatie aan onze nieuwe gedecoreerde. En uiteraard aan Zijn Majesteit de Koning met zijn 54ste verjaardag. Ik heb het glas en ik breng een toast uit aan hem en aan u allen. Leve de koning, leve onze inwoners. Proost!